werk aan de hand. Het voordeel daarvan is dat je natuurlijk het paard heel goed kan voorbereiden op het rijden. Kunnen de paarden ook al wennen dat je eigenlijk al wat meer op een afstand van ze bent. Ja, het is belangrijk om het voor het paard haalbaar te maken. Dus als jij merkt dat iets met handwerk niet gaat, val je even een klein stukje terug op het grondwerken. Je kan dingen gaan combineren. Nou, om dus natuurlijk te gaan begrijpen hoe je de teugels kan gebruiken, is het natuurlijk belangrijk om te beseffen dat een teugel ook verschillende invloeden kan uitvoeren op het paard. Zo kan je het paard eigenlijk tussen je teugelhulpen dus verplaatsen met indirecte teugelhulpen. Dat kan je ook weer heel mooi combineren uiteindelijk met het rijden met de nekgroep. Zodat je eigenlijk een hele lichte aanleuning krijgt aan die buitenschouder. En dat ik hem op die manier kan gaan verplaatsen. Dat is eigenlijk de functie van die buitenteugel. Heel veel reacties die we willen van het paard, willen we natuurlijk heel onzichtbaar en klein hebben. Dus merken dat het paard reageert, ga gelijk proberen minder te doen. Net als met onze houding en zit- en beenhulp moeten soms in het begin wat groter dingen aanleggen aan het paard. Maar test elke trainingssessie of je alweer minder kan doen, dat het steeds meer een soort danspaar wordt waarbij je eigenlijk bijna geen hulpen meer zichtbaar ziet gegeven worden aan het paard en dat je echt kan samensmelten met je paard. Met het werken aan de hand hebben we natuurlijk een paar teugels eraan hangen, soms zelfs twee paar. Maar we kunnen het paard ook van ons afbuigen en dat is natuurlijk een positie die we bij het handwerken veel aan moeten nemen. Het is heel belangrijk om te leren omgaan met de teugel. En dat we dus niet terug gaan werken op de hand waardoor er heel veel spanning ontstaat. En dat je eerst zelf wegwijs kan worden met de teugels en dan vanuit daaruit eventueel met een bit erbij kan gaan werken. Als het paard zwaar wordt in je hand, is het belangrijk om daar even op terug te vallen op het grondwerken en het longeren. Als ik het zweepje even op de grond laat hangen, ik kan hem naar achteren wijzen, ik kan hem voor het paard doen, net als met het grondwerk. Hoe hoger de zweep komt, hoe meer het paard natuurlijk gaat verzamelen. Of het paard vraagt hem natuurlijk op die manier in. Ga stretchen op aan jullie laten zien. Maar zo kan je dus een ophouding geven, eigenlijk zonder heel veel druk. En dit is dus geen ophouding die wij op deze manier moeten geven, want nu krijgt hij heel veel spanning in zijn rug en in zijn bovenlijf. Goed zo. Doe ik hem even tegen de hand, dan zie je dat hij daar juist strakker wordt. Want uiteindelijk als je naar Nevada kijkt, zie je dat de ophouding helemaal tot aan achter komt. Zodat ik ook met mijn hand nu het gewicht in de achterhand kan zetten. En dat hij daar eigenlijk ook dus door die hele werfkolom heen verbinding maakt met zijn achterbenen. Goed zo, joh. Dat je altijd na een ophouding weer even je hand wat naar voren doet om te kijken of het paard zelf in zijn frame kan blijven en zichzelf kan dragen. Tussen de teugels kunnen we het paard het gewicht verplaatsen. Het gewicht nu gaat nu naar rechts voor, dan naar links voor en weer naar rechts voor. Met het werken aan de hand kunnen we het paard ook al steeds meer gaan verfijnen in het vragen van de juiste stelling. Jullie kunnen meekijken naar een trainingssessie werken aan de hand, de educatiefase van Da Vinci. Een heel braaf jongen, zodat hij snapt wat mijn halfholds betekenen. Dat doet hij supergoed, heel knap mannetje. En door met het loslaat kan hij ook weer beter op mijn commando's reageren. Goed zo, jochie. Gaan we opletten, gaan we op jouw binnenachterbeen opzij. Kijk, nu dacht ik er alleen al aan en hij reageerde. Nu ga ik hem ook invragen. Dan vraag ik of hij naar mij toe wil komen. Draai mijn heup iets weg. Goed zo. Dus je zag dat ik eigenlijk in mijn heup en schouder ietsjes ruimte gaf voor hem om naar binnen te komen. Kom maar in. Onze neutrale positie is eigenlijk net wat voor de schouder, dat ik voor de beweging van het paard blijf. Kan ik de achterhand meer wegsturen, loop ik wat naar voren, kan ik de schouder weer wegsturen. En dat moet je natuurlijk met elkaar goed gaan afwisselen. En als ik nu de achtjes ga lopen, die hebben jullie van bovenaf kunnen zien, dan is het ook belangrijk om te weten dat voor paarden dat vaak heel spannend is in het begin. En dat je dat ook vanuit stilstand in kan zetten. En vandaar dat het dus heel erg leuk is dat je kan spelen met de werkpositie. Dat het paard eigenlijk al heeft geleerd met de opzij en de inhulpen. Om op hele lichte aanwijzing van onze lichaamstaal te reageren. Dan kan ik gaan schakelen. Dan doe ik een paar pasjes ramver en weer een paar pasjes naar voren. Ook
met Lionel ben ik begonnen om ook op de volte in de handwerkpositie pasjes opzij te vragen. Dus vraag ik even opzij en dan kan ik mijn contacthand op zijn buik leggen of schouder. Dus bij hem moet ik constant daar ook op letten met zo'n jong paard. Van hey, goed mijn grenzen leren aangeven, wat mag wel, wat mag niet. En alles weer in hele kleine stukjes hakken. Goed zoeken naar de juiste ontspanning. Ze dus ook in het werk niet te enthousiast worden en te druk. Dit is goed Lionel, braaf. Nou, wat belangrijk is, is dat je voor de beweging kan blijven van jouw paard. Dus het verschilt heel erg hoe groot is jouw paard, hoe hard loopt jouw paard. Wat zijn de gangen waarbij we dus onze schouder en buitenheup wat naar achteren doen, waardoor het paard om ons heen kan buigen. En als het paard echt niet wil, dan kan ik nog voor het paard gaan. Dat we eigenlijk, dit herkennen ze ook vanuit de grondwerkpositie. In de binnenpositie sta en met mijn vader dus even in combinatie nog met het zweepje voor de borst even de stretch en hold uitvoer. Jij en je paard gaan toe zijn om in actie over te gaan, dus je wil de volte opgaan, ga ik even laten zien. De startpositie is dan ook aan de schouder van het paard, zelfs wat meer richting het stretch. En dit kan bij jouw paard dus ook gebeuren, dat je eigenlijk zo naast het paard start en dan gaat hij eigenlijk, wordt hij dan geblokkeerd om door te lopen. Dus dat bedoel ik met de geopende houding. Dus hoe kleiner je die hulp kan geven, hoe beter. Ook met het handwerk gaan we natuurlijk het paard de commando's opzij even testen. Mijn werkpositie is anders dan bij het grondwerk. Eigenlijk even al mijn commando's getest. Hij staat aan mijn hulpen, dus laat ik eens kijken wat er gebeurt als ik op de volte met hem ga lopen. De nek hoopt er even bij om hem even wat makkelijker, zie dat, zonder druk op de buitenteugel hol te krijgen. Wat belangrijk is met het aandraven is dat hij op mijn stem naar de draf wil gaan. Dat hij in een rustig tempo naast mij wil blijven. Leuk is met werk aan de hand dat ik eigenlijk mijn dochter Julie eigenlijk heb kunnen leren rijden of zitten op Bongo in alle gangen. Dus ook in de verzamelde gangen kan zij natuurlijk leuk om rijden. En ik ondertussen Bongo kan trainen. Nu vraag ik weer opzij. Heel goed en weer in. En zo kan je dus heel leuk spelen eigenlijk ook met de coördinatie van je paard. Nou, Bongo heeft eczeem, dus hij is heel snel, als er een vliegje irriteert, kan hij daar wat spanning van krijgen. Heel braaf, het is ook hartstikke spannend met die drone. Bongo schakel ik ook veel in de zijgangen. En weer voorwaarts en weer richting verzameling. Zodat hij steeds mooier impuls kan houden. Ga ik hem even doorsluiten. En weer vooruit. Het handwerk is ook heel goed voor je eigen conditie. Ontzettend leuk en genoten met Napoleon, want het was natuurlijk ook een drone bij, zoals jullie op de dronebeelden ook kunnen terugzien. Ieder paard ligt dat een beetje anders. Dus Bongo heeft heel veel moeite om echt die bovenlijn goed los te laten en in zijn hals te buigen. Omdat hij natuurlijk ook qua ja, hoe die gefokt is, daar natuurlijk niet helemaal voor gemaakt is voor de dressuur. Dus ik moet constant in elke oefening die ik hem aanleer, of het nou een hogere oefening is of een basisoefening, ben ik heel erg elke keer constant bezig om daarin de juiste mentale en fysieke ontspanning te vinden. En dat blijft nog steeds iedere dag een uitdaging en ook iedere dag de basis van mijn hele trainingssessie. Die kan die ook gaan leren en kan die oefeningen steeds meer in zijn kracht gaan omzetten. Kan die steeds meer richting een workout gaan. Nou, ons doel is bij het paard de levenskwaliteit te verbeteren. Dus is het belangrijk of dat we dat zien in de wei, in de stal. Dat hij gewoon happy en blij is en dat hij met plezier de oefeningen doet. Dat je ook aan het paard ziet dat hij dus getraind is, dat hij zich lekkerder voelt. En dat je daar ook goed naar blijft onderzoek doen. Maak regelmatig foto's, probeer die transformatie in je paard te zien. En dat je ook merkt dat je paard betrouwbaarder wordt, fijner wordt in het werk wat je met hem doet.